Goeie vakantie gehad, trainer? Redelijk goede vakantie gehad, ja. Het was een drukke vakantie, maar prima uitgerust en met volle moed terug. Ja, want heb je nog lang in onzekerheid geleefd of je de nieuwe hoofdtrainer zou worden? Dat heeft al een tijdje geduurd, maar dat was eigenlijk logisch. Het had ook veel te maken met de situatie in de club, financiële situatie in de club. Maar goed, dat was eigenlijk min of meer formaliteit. En volgende week gaan we dat eigenlijk officieel bestempelen, zeg maar. Je moet nog de handtekening zetten. Dat klopt, ja. Dus ja, je kunt er nog wat bij vragen eventueel deze week. Nee, dat is gewoon formaliteit. Dat is geen issue meer. En, op het moment dat het klaar is, dan treden we naar buiten. Dat is goed. Ja. Als dat duidelijk is, dan is de selectie nog niet rond, want daar is nog wel heel veel onduidelijk. Dat klopt. Zoals je vandaag had kunnen zien, hebben we eigenlijk het belofteteam met het eerste elftal samengevoegd. Dat heeft niet altijd alleen maar te maken met de aantallen, maar ook met het feit dat ik graag het belofteteam onder 19, onder 17 dichter bij het eerste elftal wil hebben. En... Maar ja, officieel, hè, op papier hebben we 12 tot 14 selectiespelers. Dus er moet nog heel veel gebeuren natuurlijk. Staan. Ja, ik wil niet meteen heel zuur gaan worden, zeker niet met het mooie weer en dan op de eerste werkdag. Maar ja, het baart mij wel een beetje zorgen. Nou ja, goed, ideaal is het niet natuurlijk. Maar goed, het is zoals het is op dit moment. En 31 augustus is het nog lang niet. Ik ga vanuit dat... dat we ons gaan aanvullen aankomende weken. En het liefst zo snel mogelijk natuurlijk. Heb je al heldere toezeggingen dat er wel wat kan in de club? Want ik lees overal dat de hand op de knip moet. Nou ja, de toezeggingen in de zin van het woord dat ik mijn wens heb uitgesproken. En die zijn bekend. En de financiële situatie ontwikkelt zich zeg maar parallel naast het voetbalbedrijf. Echter, het voetbalbedrijf wil altijd sneller. En liever gisteren dan vandaag. En dat wil ik ook. Echter zijn we op dit moment genoodzaakt om te wachten op bepaalde beslissingen. En dat moet nog denk ik binnen een paar dagen plaatsvinden. Hoe is het met Oussama Azidi? Nou, Oussama is afwezig in verband met zijn blessure. Hij is nog herstellend en dus zit in een revalidatieproces. En hoe dat verder gaat lopen, dan zien we dan. Nee, maar je hebt ook met hem gesproken, toch? Over wat zijn ideeën zijn. Want hij staat formeel nog onder contract bij de club. Maar hij heeft ook aangegeven, ja... Het is mij allemaal een beetje te vaag. Ja, mijn wens is al een tijdje geleden bij de club bekend geworden ten aanzien van hem. Ik wil hem heel erg graag behouden en blijf ik daarbij. Ja. Inkomende transfers, er worden er wat namen genoemd. Is er al wat concreet met bijvoorbeeld een speler? Ben Rienstra, Rens van Eijden wordt dan genoemd. Kun je daar iets meer over zeggen? Of zeg je van het is ook allemaal wensen die duidelijk zijn bij de club, maar ik kan er niks over zeggen. Nee, ik kan helaas niks over zeggen. Het is wel zo dat... dat we nu in afwachting zijn van definitieve ontwikkeling van financiële mogelijkheden bij onszelf. En dat we daarna weer de gas kunnen geven. Wanneer verwacht je die duidelijkheid? Ik verwacht het wel begin volgende week. Dan kun jij ook weer iets rustiger slapen, want je hebt gewoon een hele drukke zomer gehad. Onrustig, vervelend lijkt me. Dat is ook zo, maar goed, de realiteit is nou eenmaal zoals die is. En, ik kon hem niet veranderen, want dat ligt niet aan mij. En dan focus ik me op dingen waar ik wel zelf invloed op heb. En dat is eigenlijk de groep die ik op dit moment ter mijn beschikking heb. En werken met heel veel plezier met deze gasten. Dat er nog heel veel moet gebeuren is duidelijk. En dat er nog veel bij moet komen is ook duidelijk. Ja, want ik kreeg ook de opdracht mee van de supporters. We moeten niet meer zuur zijn. We moeten gewoon weer gaan genieten. We gaan beginnen. Prachtig veld. Dus wat dat betreft, we hebben er toch weer zin in. Met volle moed vooruit hebben we ontzettend veel zin in.